Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier bij het 90-jarig jubileum van het Oranje Comité. Wat betekent het Oranje Comité voor de stad Breda? Nou, het Oranje Comité betekent heel veel voor de stad Breda. Zij organiseren in principe voor een groot deel ook alle activiteiten op Koninginnedag en Koningsdag. En wat doet het Oranje Comité daarnaast? Nou, het Oranje Comité brengt vooral ook mensen bij elkaar die die organisatie ook mogelijk maken. Dus het is een belangrijk comité om in stand te houden. En ik wens u dus de komende jaren heel veel succes om die volgende jubilea te gaan halen. Daarom hebben de NLDA en het stadsbestuur van Breda gemeend u een mooi cadeau te overhandigen. En dit was het spannende gedeelte. Heel hard aan deze kant gekomen. Jullie vergaderen hier altijd op het terrein van de KMA. Hebben jullie daar een speciale band mee? Ja, wat dat betreft hebben we een speciale band met de KMA. De KMA heeft natuurlijk ook weer een speciale band met het Koninklijk Huis, Oranje Comité, de stad Breda, Nassaustad. Nou, dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat we inderdaad hier ook een hele goede relatie hebben met de KMA. En hier elke maand vergaderen en zoals vandaag ook de borrel hier mogen houden. Dus we zijn erg blij met de samenwerking met de KMA. En hoe heeft het Oranje Comité zich ontwikkeld in de 90 jaar? Nou ja, een comité voorheen 90 jaar geleden, hè, voor zover ik dat begrijp, uit de overlevering. Maar was het met name een comité van mensen die het organiseerden, maar wel op afstand waren, zeg maar. Tegenwoordig zie je, maar dat is ook meer destijds, van deze tijd, denk ik, dat het echt een heel actief team van vrijwilligers is. Die het niet alleen op afstand organiseren, maar ook daadwerkelijk zelf de handen uit de mouwen steken. En bijvoorbeeld op Koningsdag om 5 uur al in het park aanwezig zijn. En wat dat betreft, maar de essentie is natuurlijk eigenlijk al die jaren, voor zover ik het kan nagaan, hetzelfde geweest. En wat de wethouder net ook al zei in zijn woordje hier. Als je kijkt naar de oude foto's van Koningsdag in Breda, dan zie je daar ook gewoon de spelende kinderen op. Die aan het feest vieren zijn op straat. En dat beeld dat zien we nog steeds, zeg maar. Dus sommige dingen veranderen ook niet.